hallo, test, test, test. 1, 2 tot de 3, waarom niet? Ja, eens checken, hè. Wat ik heb geleerd is, je kunt je zelfvertrouwen opdelen in twee aspecten. Je hebt je vaardigheden en je hebt je eigen waarden. Ik voelde me nooit genoeg. Vrienden maken was moeilijk, mijn ouders trots maken was moeilijk. Dus ik ben vooral gaan focussen op mijn vaardigheden. En eens ik daarmee respect afdwong, dacht ik, oh, nu ben ik iemand. Nu word ik gezien. Dus werd het meesteren van mijn skills de formule voor mijn zelfzekerheid en het succes de bevestiging van, zie je wel? In dat opzicht is perfectionisme pure onzekerheid. Wanneer uw vaardigheden uw eigen waarde gaan compenseren. Maakt niet uit hoe lang ik aan een track werk, het is nooit goed genoeg. Ongeacht wat ik ermee bereik, het is nooit genoeg, want het kan altijd beter en er is altijd meer. That's fucked up. Dus ik moest even herbronnen, mezelf heruitvinden, me herinneren waarom ik dit ooit ben beginnen doen. De high die ik ooit chaste was iets creëren en beseffen, holy shit, daarnet bestond ik nog niet. That's pretty amazing. Het is menselijk om die te laten overschaduwen door de high van aandacht en cijfers. Maar dat is niet de motivatie. De motivatie is de uitlaatklep en vertalen in muziek wat een ander niet kan, maar evengoed ook voelt. Daarmee mezelf gelukkig houden is genoeg. En daarbuiten nog iemand anders? Dat is meer dan genoeg. Ik ben meer dan genoeg.